Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met bewolking over met name het oosten van het land, maar er zijn ook opklaringen. En dat betekent toch een wat wisselend beeld. Hier en daar een enkele buien. Op veel plaatsen is het droog. Wij moeten voor de komende uren kijken naar dit gebied, voor de avond en de nacht. En dat gaat met name over het zuiden van het land richting Duitsland trekken. En dat betekent dat het zuiden van het land tijdelijk weer meer bewolking gaat krijgen. Dat zien we ook terug in het uh, avondkaartje. In de avond gaat de temperatuur in het noordoosten van het land snel omlaag tot vlak boven het vriespunt. In het zuiden raakt het bewolkt en gaat het af en toe wat regenen. En in de nacht hebben we ook in het zuiden vrij veel wolken. Hier en daar wel wat opklaring in het midden van het land. En als het daar opklaart kan het 2 graden worden. De kans op opklaring is het grootst in het noordoosten van het land. Met temperaturen rond het vriespunt en vlak aan de grond zelfs 1 of 2 graden vorst. Het is niet uitgesloten dat dit als gevolg heeft dat een enkele beschutte plek, een koude gevoelige plek, ook met vorst te maken krijgt en dus ook met lokale gladheid. Dan gaan we naar morgen, dan hebben we te maken met een wisselend beeld. Er regen in het zuidoosten trekt snel weg, daarna schijnt af en toe de zon, valt een enkele bui. En bij zo'n bui is het niet helemaal uitgesloten dat er ook een keer een vlok natte sneeuw bij zit. Er staat een matige wind uit een westelijke richting, het wordt 6 of 7 graden. Voor de zondag hebben we vergelijkbare temperaturen. Een graad of 7 wordt het. De zon schijnt af en toe, maar er valt ook nog steeds een enkele bui. Er staat wel wat meer wind, en dat betekent ook dat de nacht naar zondag waarschijnlijk net iets minder koud is dan die naar zaterdag. Maandag dan een dag met de meeste wind. Gemiddeld 6 boven voor langs de kust, maar dat kan ook enige tijd een harde wind zijn, een windkracht 7. Het regent geruime tijd, vooral later op de dag. En het wordt 7 tot 9 graden. Dinsdag hebben we eigenlijk het weekend weer weer een beetje terug met zon en enkele bui, misschien een keer een vlok natte sneeuw. En 6 of 7 graden op de thermometers. Nou, volgende week zien we de temperatuur heel voorzichtig ietsjes dalen. Maar echt koud wordt het nog niet. We komen niet onder de 5 graden. En de nachttemperaturen gaan dan voorzichtig wel weer wat richting het vriespunt. Misschien dat we er daar dan ook een keer onder komen. Dat kunnen we goed zien aan de kansverwachting. Die laat zien dat midden volgende week de kans op vorst in de nacht duidelijk wat groter wordt. Hoewel de kans dat het boven nul blijft nog altijd groter is dan deze kans. En de kans op vorsttemperaturen overdag ja, die is gewoon nog heel erg klein. Echt winterweer is voorlopig. Dus een heel eind weg. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl